metaforen waarmee je dood gehoord wordt. Dus winnen was voor mij wedstrijden winnen, duels winnen, over lijken gaan, ten koste van alles willen winnen. Maakt niet uit. Al ligt je slachtoffer op de grond, maar als je maar wint, gaat het geld. Keihard geld. En ik ben er later achter gekomen dat winnen is eigenlijk heel wat anders. En winnen vind ik sowieso je talent benutten. Als je dat al niet doet, dan ben ik een beetje allergisch voor. Ja, dan kom je een soort van luiheid terecht. En maar ik vind het eigenlijk nog leuker om iets te ontdekken bij jezelf, waarvan je helemaal niet wist dat je dat talent had. Dat je die vermogens had. En eigenlijk heeft dat te maken met, ja, durf je anders te denken. Weet je, we worden allemaal in een bepaald hoekje geduwd, in je comfortzone. Wat mensen, of jijzelf misschien wel, hebt aangeleerd van, nou, dit ben ik goed, dit is mijn comfortzone. Maar het is juist heel interessant en heel erg uitdagend om ook eens een keer uit de comfortzone te komen. En af en toe, en dat wil ik met u delen, ben ik daar terecht gekomen en heb ik daar uiteindelijk invulling aan mijn carrière gegeven. Nou, hoe ben ik daar nou achter gekomen? Want allereerst, ik ben dus profvoetballer geworden, ondanks dat ik eigenlijk helemaal niet kon voetballen. Als je in mijn tijd een analist had gehad en dan gezegd, nou, analyseer jij nou de kwaliteiten van Jan van Halst? Dan zou ik zeggen, ja, geen persoonlijke actie, geen scorend vermogen, zo traag als dikke stond, wel een goede tackle, ik raakte altijd wel wat, en een hele coachen. Maar met een beetje tackelen en een beetje coachen, daarmee word je geen profvoetballer natuurlijk. Nou, en vervolgens ben ik dus manager geworden, een manager algemene zaak. Geen enkele, met name gefocust op commercie, maar geen enkele commerciële opleiding gehad. Sterker nog, ik was een hele slechte verkoper. Echt dramatisch zelf. En toen begon ik bij Twente, nou, moest naar een bedrijf toe. Nou, zeg ik, ja, die willen weer twee business sheets kopen. Nee, zei hij. Ik zeg, nee, ja, als je niet wil, moet je dat niet doen. Ja, terwijl je echt, als je echt getalenteerde verkoper bent, je ken je misschien.